Composteringsproces is eerst theorie, maar het is een geweldige grote ervaring. Dus we hebben 1, de broeifase, padje. 2 is de afbraakfase. En hier wordt de micro-organisme terug actief gemaakt. En dan wordt er gebeurd te mineraliseren. Dus dit is gezeefde compost. De kringloop is volledig van de compost. Er gaat niks van verloren. Eigenlijk niks. Er niks weg. Je mocht er zelfs van eten. De normale cyclus is een half jaar. Dan zit je gereed met je compost. Amai. Het voornaamste is eigenlijk de afvalberg van onze maatschappij verkleinen. Dit is eigenlijk een installatie voor kleinere tuintjes en kleinere huishoudens, 2 personen. De compostering gebeurt wel in 1 vat, maar het principe is hetzelfde. Ik vind het wel heel leuk als ik u bezig zie om daar toch wel mee te beginnen. Dus als we dit thuis hebben, wat gaan we daar juist allemaal in steken? Kijk, het kunt je hetzelfde insteken als je op je compost opwoont nu. Want dat is een compost heel. Het gras mag ook, hè? Het gras mag ook, mag en mengelt. Ja. Niet met lagen, hè? Niet met lagen. Gelijk bij ons muziek, we mixen ook. Hè. Ja, als je niet mixt, als je niet mixt, dan heb je het altijd dezelfde muziek. Een goede mix is altijd goed. We komen goed overeen. Goed. Ja, Patje, om af te sluiten ga ik even Piet Huizentruid spelen. En bij mij is Padhuizentruid. Padhuizentruid, dat is zeer goed. Ja. Dus Pat, wat heb je geleerd vandaag? Wat ik geleerd heb eigenlijk, dat we eerst naar limburg.net moeten als we zoiets willen halen, zo'n bak. Ja. Of anders werken met het andere systeem, de 4 bakken. Geen gekookte groenten of geen gekookte dingen, maar goed mengelen, mixen. Hè? Zeer voornaam. Dus eigenlijk kan iedereen het doen. Ja, iedereen. Kleine dat is een aanrader. Ja, een zeer goede aanrader. En in plaats van voor je een tv te zetten, gewoon composteren. Blijf je gezond en fysiek in orde. Ja, en mentaal. Zoals Louis gezegd heeft, ik ga mijn leven beteren en ik hoop jullie ook. En het is heel gemakkelijk, we moeten het allemaal doen. We gaan allemaal er gezonder uitzien en we gaan allemaal zo oud worden als Louis.